Leidschendam, Voorburg, Stompwijk. 80.000 inwoners en één zender. Welkom bij het jaaroverzicht van Midvliet TV. In deze uitzending de gebeurtenissen in Leidschendam-Voorburg van het afgelopen jaar. Met onder andere aandacht voor de overlast van jongeren in het uitgaansgebied bij de Damlaan, het vertrek van burgemeester Van Haarsma Buma, de tijdelijke burgemeester Bruno Bruins en de komst van burgemeester Hans van der Sluis. Maar we beginnen met de gebeurtenissen rondom gemeenteraadslid Esan Djami. Esan Djami was dit jaar veel in het landelijke nieuws met het Centraal Comité voor Ex-Moslims. Bewoners van de Prins Bernhardlaan in Voorburg zijn niet blij wanneer ze in november te horen krijgen dat Esan Djami naar hun flat verhuist. De woningbouwvereniging heeft bewoners per brief ingelicht dat de flat vanwege veiligheidsmaatregelen wordt aangepast. Dat tot groot ongenoegen van de meeste flatbewoners. Overdonderd en geschrokken zijn de meeste bewoners door de komst van de omstreden politicus naar hun flat. Sommige mensen zijn zelfs zo bang dat ze niet voor onze camera willen reageren. We zijn bang voor eventuele aanslagen en van de zomer kan ik dan ook nog wel hier op mijn balkon rustig zitten of wat ook. Zonder dat er kogels om je oren vliegen of wat ook. Want dat kan erin zitten natuurlijk allemaal. Dat hopen we niet, maar dat kan. Je wordt hier toch meer beveiligd. Want ik heb al elke week al gezien dat de politie hier achter de parkeerplaats loopt en rijdt voor beveiliging natuurlijk. Dus nou, daar zijn we echt niet zo blij mee. De flatbewoners zijn door de woningbouwvereniging Wooninvest ingelicht over de komst van hun nieuwe buurman. En daarin laat de woningcorporatie weten dat de omwonenden rekening moeten houden met verbouwingswerkzaamheden die verband houden met de beveiliging van Djami. In de reactie daarop is een handtekeningenactie gestart. Bij de gemeente ligt inmiddels een protestbrief met zo'n 40 handtekeningen. Ik heb getekend en dat is alles. Ik heb verder nog niet vernomen wat daar verder gaat gebeuren. Wat hoopt u dat daarmee gaat gebeuren? Nou, gewoon dus dat die man beseft dat hij toch eigenlijk een ander type woning moet hebben en niet in zo'n gebouw met veel oudere mensen die dus bang daarvoor zijn. We hopen dat er nog iets aan te doen is, maar ik ben bang dat er niet meer in zit. Want wat hoopt u daarmee te bereiken met die actie? Nou, we hopen met die actie te bereiken dat de heer Esan Djami hier, dat die ergens anders wordt geplaatst of wat ook. En niet waar hier zoveel mensen wonen. Esan Djami wilde niet reageren op de kwestie. En ondanks dat zijn huidige woning al beveiligd wordt, is het niet duidelijk waarom hij gaat verhuizen. En ook woningcorporatie Wooninvest wil niets kwijt over de situatie. De gemeente Leidschendam-Voorburg laat weten dat het een zaak is tussen Wooninvest en haar huurders. In januari nam burgemeester Michiel van Haarsma Buma afscheid van zijn burgers. Op 1 december 1996 werd hij burgemeester van Voorburg. Na de fusie met Leidschendam werd hij burgemeester van de nieuwe gemeente. Ja, dit zijn eigenlijk allemaal producten van de afgelopen jaren. Strategische visie, zijdwende, historie, Hofwijk, veiligheid, nieuwe brandweerkazerne. 10 jaar burgemeesterschap. Voor Van Haarsma Buma zijn er in zijn loopbaan als burgervader van Leidschendam-Voorburg heel wat hoogtepunten te noemen. Ja, hoogtepunt is wel geweest dat uiteindelijk zijdwende is gerealiseerd. Dat de annexatie goed is afgerond. Verhoudingen in het gebied beter zijn. En dat er een modernere manier van communiceren met de burgers is bedacht. Van Haarsma Buma ziet zich als een bestuurder die dicht bij de mensen wil staan. Vandaar dat hij de zogenaamde gemeentewandelingen bedacht, om te horen wat er onder de bewoners leeft. Kijk deze, nou, dit is een combinatie, ben ik dus op wandeling, heb ik mijn jasje van de politie aan overigens. En dan praat ik met de kinderen. Ja. Soms met een jas van de politie aan, soms van de gemeente. Nou ja, dan spreek je kinderen aan, nou, dat zie je. En die reageren daar ook heel plezierig op. Tijdens het burgemeesterschap van Van Haarsma Buma kwamen er een aantal grote bouwprojecten klaar. Waaronder een nieuwe brandweerkazerne en de grote trots van de burgemeester, de Zuidwendetunnel. Ja, dat is nog steeds een uniek project in Nederland. Er komen nog steeds talloze mensen kijken. En de gemeente is van, hoe hebben jullie dat gedaan? Wat maakt dat project zo uniek, het Zuidwendetunnel-project? Nou ja, dubbel grondgebruik. Dus we gebruiken eigenlijk de ruimte optimaal. En dat we een tunnel boven gronds hebben gelegd. Dat klinkt wat raar, maar dat is dus een holle dijk en daartegenaan hebben we gebouwd. En dan heb je ook gelijk je milieuproblematiek opgelost. Ook de dreigende annexatie door Den Haag speelde een belangrijke rol tijdens het burgemeesterschap van Van Haarsma Buma. Den Haag wilde het grondgebied van Leidschendam-Voorburg opslokken. Uiteindelijk kregen ze maar een klein deel van de grond en fuseerden Leidschendam en Voorburg tot 1 gemeente. Ja, dan ben je met elkaar, dus die 75.000 inwoners, heb je gewoon meer gewicht. En dat merken we nu ook. Verhouding met Den Haag zijn beter, met de buren is het veel beter.
Dus onze positie wordt nu veel beter ingevoerd. Dus dat is een succes van die fusie. Voor burgers maakt het niet zoveel uit. Van Haarsma-Buma begint in april aan een nieuwe uitdaging. Hij wordt dijkgraaf van het Hoogheemraadschap van Delfland. Ik wilde geen burgemeester meer blijven, dat was de eerste. Ik wilde iets bestuurlijks doen. In een onderwerp ook wat maatschappelijk behoorlijk relevant is. Nou, dat kun je over water op dit moment zeker zeggen. Het ligt ook in dit gebied en er is zoveel te doen van de kwaliteit, je milieukant, je waterbescherming. Nou, dat is een uitdaging die ik zie ik wel zitten. Nou ja, zo ruim ik maar mijn geschiedenis weer op met de vele boeken die ik achterlaat van 10 jaar Leidschendam-Voorburg. In maart kreeg Leidschendam-Voorburg weer een nieuwe burgemeester. Voorlopig althans. Bruno Bruins was tot dan staatssecretaris en daarvoor jarenlang wethouder in Den Haag. Op 22 februari werd hij benoemd tot waarnemend eerste burger van Leidschendam-Voorburg. Spanning op het provinciehuis in Den Haag gistermiddag. Achter gesloten deuren vond daar de benoeming plaats van Bruno Bruins als waarnemend burgemeester. Vrouw en kinderen hadden vrijgenomen om dit bijzondere moment mee te maken. Heren, goedemiddag. Het moet nog gebeuren. Ik ga zo naar binnen toe. De plechtigheid gaat beginnen in het bijzijn van de commissaris van de Koningin. Intussen is op de gang de spanning te snijden. Zo. Nieuwe das voor de burgemeester, ziet u? Na een kwartier kunnen de burgers van Leidschendam-Voorburg opgelucht ademhalen. Hun gemeente heeft weer een burgemeester. Hé, hey, je papa is burgemeester. Ja, dat vind ik heel erg leuk. Hoe was het daarbinnen? Leuk, maar ik vind het saai. Nou, gefeliciteerd hè, meneer Bruins. Hoe was het er net binnen? Interessant, leuk om mee te maken. Ik zei al, de voorlezing van de akte is maar kort. En dan moet je één keer zeggen, zo waarlijk help mij God almachtig. En daarmee ben je dan burgemeester van Leidschendam-Voorburg geworden. En dat is heel bijzonder. Direct na de benoeming vertrok de familie Bruins naar Leidschendam-Voorburg, waar de beëdiging plaatsvond. Met in de bus een kartonnen verhuisdoos van de Rijksoverheid met belangrijke bezittingen. Ik neem mijn muziek mee. Bovenop ligt de nota over alfabetisering. Dus je brengt ook wat mee naar de gemeente? Nou, dat hoop ik. Ja, in ieder geval een goed humeur. In ieder geval de liefde voor muziek. En misschien een paar nuttige stukken. Dat hoop ik. En in november werd Hans van der Sluis geïnstalleerd als nieuwe burgemeester. In februari besloot de gemeente dat jongeren die zich misdragen in het gebied rond de Damlaan de toegang geweigerd kan worden. En dat was nodig, want in het uitgaansgebied bij de Damlaan liep het regelmatig uit de hand. In september blijken er, ondanks de maatregelen, nog steeds problemen te zijn rondom de Damlaan. De bouw van de nieuwe discotheek in Leidseveen is nog niet af. Discotheek Huis van Oranje aan de Damlaan blijft daardoor langer dan verwacht open. En daar zitten omwonenden niet op te wachten. Omwonenden zijn niet blij met discotheek Huis van Oranje aan de Damlaan in Leidschendam. Op vrijdag en zaterdagnacht zorgen de bezoekers voor veel lawaai, kapotte ramen, lege flessen en schade aan auto's. Ze zijn het spuugzat. De overlast die het heen en weer trekken van, ik neem aan, de tram of het parkeerterrein naar de discotheek en 's avonds weer terug met zich meebrengt, is voor ons als omwonenden niet langer te tolereren. De bushalte die is ook voor ons complex. De nachtbus gaat 's nachts 2:50 gaat die weg. De eerstvolgende komt 2:50. En ze staan daar 3 kwartier te vervelen en rottigheid uit te halen en auto's te beschadigen. Tijdens een bijeenkomst gisteravond kregen de omwonenden van de burgemeester te horen dat de discotheek nog tot januari open blijft. En daar zijn ze niet bepaald blij mee. Maar iedere keer wordt vanavond de bakker, wordt het weer stiekemtjes verlengd. Wij willen geen uithaans voor horeca op de Damlaan. Mogen dat duidelijk zijn? Ik zit s'avonds doodleuk op de bank. Als ze al beginnen, dan hebben ze waarschijnlijk al ergens wat gedronken. Gaan ze doodleuk bovenop mijn raam staan slaan. Wat moet je dan? Politie bellen? Heb ik gedaan. Mevrouw, kunt u ze niet zelf wegsturen? We hebben even geen tijd. De burgemeester heeft begrip voor de omwonenden, maar betwijfelt of er nou echt zoveel overlast is. Natuurlijk is overlast vervelend, maar ik heb ook erger gezien. En we hebben dat zeker bij de afweging betrokken in het college. Discotheek Huis van Oranje in Leidschendam zou eigenlijk over 2 weken dichtgaan. Maar omdat de vervangende discotheek in Leidseveen nog niet klaar is, mag je nu toch nog 3 maanden langer open blijven. De bewoners willen niet nog 3 maanden met het probleem blijven zitten. Dat de gemeente zonder slag of stoot, zonder ons als omwonenden erin te kennen, zegt van we gaan nu 3 maanden gedogen, dat is voor mij buiten de orde. Kunt u de omwonenden beloven dat het daarna afgelopen is?
Nee, dat kan ik natuurlijk niet beloven. Ik ben hier een waarnemend burgemeester, komt een andere burgemeester. Die zal daar ook zijn eigen oordeel over geven. Maar ik dan in een college, zeg maar vanaf ongeveer november zal het zijn, dat hij of zij aantreedt. En dat is een moment dat er een nieuwe afweging wordt gemaakt. De avondvierdaagse in Leidschendam-Voorburg werd gelopen in mei. Tijdens de laatste kilometers was er een onderbreking in de wandeling. Dick Bruinenberg, een van de organisatoren, werd gehuldigd omdat hij zich al 25 jaar voor de Leidschendamse avondvierdaagse inzet. Ik weet het niet precies, maar ik doe een gokje. Maar ik denk dat hier meer dan 50.000 kilometer wandelplezier staat zo door de afgelopen jaren. Dat komt er wel een beetje op neer. Al 25 jaar zet Dick Bruinenberg de routes uit voor de avondvierdaagse in Leidschendam-Voorburg. En daarom kreeg hij een gemeentelijke onderscheiding. Hij is zelf ook enthousiast wandelaar en heeft er al aardig wat kilometertjes op zitten. We hebben speciale wandelboekjes. En dus als jij nog een wandeling hebt, dan krijg je dus 10 of 20 meter. Dan krijg je een stempeltje met de afstand erbij. En een handtekening van de organisatie, dat je dat inderdaad hebt gelopen. En ik meen als ik het denk, zeg maar rond de 24.000. De Vierdaagse viert zelf ook een jubileum. De wandeltocht werd voor de 35ste keer gehouden in Leidschendam-Voorburg. Dit jaar waren er zo'n 600 deelnemers die de wandelschoenen aantrokken. Met vrienden onder elkaar. Gezellig. Ja. Super gezellig. Heb je er geen zin meer in? Nee. Ben je moe? Ja. En nog een klein stukje, even volhouden. Ja. Kom op, je kan het. Kom op. Ga een sticker nemen. Nee. Bruinenberg heeft het grootste deel van de organisatie dit jaar overgelaten aan korfbalvereniging SEV. Want de Vierdaagse helemaal loslaten vindt hij maar moeilijk. Ja, ik moest dan met een weer een stukje lopen zeggen. Ze, nou ja, doen we dat dan maar. Hè? Je kunt het echt niet laten, hè? Nee, maar ik blijf nog een tijdje bezig hoor. Als het me gegeven wordt, dan lopen we lekker door. Succes nog. Dan worden we neergevallen. Bedankt. Kriskras geparkeerde auto's, opstoppingen, onveilige situaties. Bij veel basisscholen is het schering en inslag. Het komt doordat veel ouders hun kinderen met de auto naar school brengen. De gemeente Leidschendam-Voorburg wilde in 2007 de parkeer- en verkeersoverlast aanpakken en kondigde in mei een reeks verrassingsacties aan. Als eerste was vanochtend de Voorburgse basisschool de Vijverhof aan de beurt. Wie zijn auto in de ogen van de controleurs op een ongelukkige plek neerzette, kon rekenen op een berisping. We staan niet veilig. Als we ietsjes door willen rijden en dan die kinderen uit willen laten stappen. Ja, prima, dank u wel. De bedoeling van de actie is om ouders er bewuster van te maken dat er een probleem is. Sommige ouders zijn zich daar zeer van bewust, andere ouders eigenlijk ook helemaal niet. En de actie is dus handhavingsgericht en ook gericht op gedragsbeïnvloeding. En dat is ook bij de Vijverhof nodig, gezien de af- en aanrijdende auto's. Met name op de Veldzichtkade, dat is daar om de hoek. Daar kunnen kinderen op de fiets niet meer langs, omdat er dan een hele file met auto's staat. En die kinderen die vallen soms om tegen de stoeprand. En dat is levensgevaarlijk. De auto's parkeren aan beide kanten van de straat op de stoep. En dan moet je ermee tussendoor manoeuvreren. En denk met fietsers is het met name gevaarlijk. Maar volgens anderen wordt de situatie schromelijk overdreven. Bewoners doen er een beetje panisch over. Maar je moet hier toch ergens je auto neer kunnen zetten om je kinderen af te zetten. Zo simpel is het. Dus mensen moeten daar niet zo spastisch over doen. Wat ik in dit verhaal eigenlijk slecht vind, is dat de gemeente gewoon zelf een verantwoordelijkheid moet nemen. Stel een stopverbod in of een parkeerverbod, geen enkel probleem. Dan zal iedereen daar van harte aan meewerken. Maar meestal is het ook zo dat als je ergens een parkeerverbod tot stand brengt, dat dat ook leidt tot verschuiving van parkeerproblemen. Maar dat kan misschien een bijdrage zijn aan het oplossen van het probleem hier. Maar vooralsnog moeten de verrassingscontroles van de parkeerpolitie ervoor zorgen dat de overlast van auto's rond basisscholen vermindert. Hoe bracht u zelf uw kinderen naar school vroeger? Ik ging altijd lopend met ze naar school en daar kijk ik met buitengewoon veel plezier op terug. Want als je loopt met je kind aan de hand, dan geeft dat hele goede mogelijkheden tot leuke gesprekken. In november werd Leidschendam geteisterd door een reeks brandjes. Kort na elkaar werden er 2 auto's in brand gestoken. De buurt reageert geschrokken. Anne-Roos van Hinten werd zondagnacht wakker gemaakt door de politie met de mededeling dat haar auto volledig was uitgebrand. Al 2 dagen bestaat haar leven uit het afwikkelen van de verzekeringskwestie. Ze heeft geen idee wie haar auto in de brand heeft gestoken. Zo te zien is het een paar aardige jongelui die
graag een ander verdriet en emotioneel en geestelijk pijn wil doen. Naast de auto van Anne Roos is in dezelfde nacht ook de auto van de familie Swillens een rook opgegaan. En die auto stond een paar straten verderop. Het was heel erg schrikken, want de buurman van de overkant had mij gebeld. En zei er was iets heel ernstigs gebeurd. Dus dan sta ik helemaal te shaken. Maar ja, goed, het is een auto. Het is natuurlijk materiaal, daar niet van. Al een paar maanden wordt de buurt in Leidschendam geteisterd door met name kleinere brandstichtingen. Eerst waren het stapels kranten en containers. Maar inmiddels zijn er, met de branden van afgelopen weekend meegeteld, al 3 auto's in vlammen opgegaan. Opvallend is dat de branden vrijwel altijd in de nacht van zaterdag op zondag plaatsvinden. Het gebeurt in de nachtelijke uren. Waarschijnlijk weinig mensen die iets zien. Alleen wanneer iets in de brand staat, hè, dan zie je dat natuurlijk. Ja, en we hebben nog geen spoor van een dader. Het zou baldadigheid kunnen zijn van uitgaande jongeren, maar het zou ook een pyromaan kunnen zijn die hier aan het werk is. De politie hoopt door het inzetten van extra mensen de dader of daders te kunnen pakken. Tot dat moment gaan de bewoners in de buurt van de Duinmeijering in het weekend een stuk minder rustig naar bed. Verder waren er in Leidschendam-Voorburg dit jaar een aantal feestelijke evenementen. Welkom bij een speciale uitzending van Midfiet TV die in het geheel in het teken staat van Koninginnedag 2007. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Ik ben mevrouw van Lochem. Ja. En hoe oud bent u als ik vragen mag? Ik voordat het andere maar met juni 97. Volgens mij is heel Leidschendam-Voorburg uitgelopen, klopt dat? Ja! Een heel fijn middagje. Hierbij is Mebbem erin 2007 geopend. Kom op, Fred, je hebt het normaal de... Ja! Huygens staat voor muziek, literatuur, wetenschap en beeldende kunst. En deze 4 aspecten die komen ook heel duidelijk in het festivalprogramma terug. Voorburg om te proberen om dit prachtige sportpark met u allemaal te openen. 1, 2, 3! Het sportpark is geopend! Mag ik wat zeggen tegen alle inwoners hier? Wat kan je hier trots op zijn? Man, dit is zo prachtig! Echt, baan voor iedereen, waar je trots op kan zijn. En dat hebben jullie in grote mate te danken aan de gemeentepolitiek, die toch wel hart heeft voor de jongeren. En voor onze wethouder daar, mevrouw Zwartepoorten. Zij hebben ervoor gezorgd dat dit hier kwam, dit jaar nog. En tot zover het jaaroverzicht van Midfleet TV. Wij wensen u het allerbeste voor 2008. Ice, baby.